Wij kijken hier op de monitor. Op een gegeven moment sluipt dat. En natuurlijk alleen heel veel spelers kennen we maar. Hier een goede backdoor van Jones. Slam dunk. Posterizing dunk van Tajan Jones. En dan hebben we het echt over een periode dus van, hè, wat is het, 60 jaar of zo. Dat dat nog nooit op Nieuwjaarsdag is gespeeld. En pas één keer terwijl Kruithof scoort. Van Breen net niet helemaal lekker. Ik zou hem daar graag agressiever willen zien. Ik zou willen dat hij dan die close-out echt aanvalt. Oeh, bijna lopen van Gross. Tipt hem door, tipt hem erin. Alex Gross. En Edwards nog steeds niet terug, hè? Heb ik dat goed? Heb je dat al genoemd? Is het 10 fouten last, Edwards, of niet? Nee, eentje. Eén fout maar voor Kai Edwards. Die bovenop wel. Nou, de klok gaat dringen. 6 seconden. Ja, van Ray, verre 3 dan maar. Ja, ze... Oh, valt goed! Rainbow voor Luc van Bree, de schutter. Ja, precies met 2 fouten, maar die doen het al. En verder niemand in de wedstrijd met meer dan 1 persoonlijke fout. Ja, goede paas. Goed gefaked. And one voor de veteran. Nou, van Bree brak het natuurlijk open met die 2 3-punten achter elkaar. Ja, dan komt er overal ruimte. Dan moet je die 3-puntslijnen opeens feller gaan verdedigen. Dan kan de schaft daarna lekker een lui hoekschotje loslaten. Wat valt? Kunnen we nog een beter commentaar hebben? Nou, dat is bijzonder waardevol, want het zijn best lastige dingen. En dan Grootje, maar het is dus eigenlijk, je hebt het vaak gezien. Behalve als je denkt, ja, als ik hem moet pakken, dan heb ik hem niet lekker onder controle. Maar goed, hier diezelfde Groos, een mismatch tegen Gibson. En afgestraft dus, counter basket. Groos even lekker met dat vuistje. Goed verdedigd, later de schotklok. Groos met die Nowitzki-bal en nu een airballetje van Breed dankzij de goede defense. En dan beloond, ja zeker, and one. Gibson gaat neer. Hij heeft af en toe toch keuze maakt van waar besteden we de pace aan en waar besteden we onze energie aan. Met die toch kleine rotatie waar wel Duco Bos wat extra doet. Een mooie and one zeg. Maar de tijd begint enigszins te dringen met een tikje 6 minuten te gaan. Gevaarlijk zeg, gevaarlijk. Niet zo'n goede keuze. En dan eruit. Ja, oh, blockshot tegen het bord geplakt door Sikking. Terwijl, kijken of dat Feyenoord van de lijst kan brengen. Gibson. Stand back voor 3. Valt goed. Martin is nog maar 11. Ja, maar nu wel een goede strip. Van diezelfde Jones gaat hij zelf doen. Nee, even kijken. Nee. En aan de laatste kant is het van Bremen 3 en een Verps 3. Ja, dat doet hij dan rustig. En een one. Tijd snoepen eventueel. Onder de basket zien te komen. Kijk, de 4 seconden nog. Dat hebben ze dan goed gedaan. Stempack voor Van Bree. Verre bal is goed. Luc Van Bree. Spelen van door. Want het land krijgt sowieso de bal nog terug. Want er was nog 2 seconden verschil. En oh, blok nog van Bree. En die zegt volgens mij tegen Gibson, not today, not this year, my friend. Wij kijken hier op de monitor, op een gegeven moment sluipt dat er natuurlijk alleen heel veel spelers kennen we maar. Hier goede backdoor van Jones, slam, dunk, posterizing dunk van Tajan Jones. Oei, dat is zuur, 3 teamfouten, u ziet het in het geel onderin voor Leiden. Maar wat ik dus eigenlijk wilde zeggen is dat Feyenoord heeft altijd ambitie om wel te proberen om in de golden fase te komen. Gouden groep ver was, mist. Kai Edwards. Absoluut geen match. Wat zal Leiden erop verzinnen? Rotterdam zal natuurlijk op Edwards blijven spelen. Ja, lekkere 3 punten aan de andere kant. En Luc Kassel eruit op de man uit de eigen jeugd. En een nieuwe jonge coach die dit seizoen gestart is. Tim Arns uit mijn eigen Arnhem, als ik het zo mag zeggen. Hier de turnover. Het stuur via Kruithof. En dan loopt daar Ampere. Die bal gaat erin. Jazeker, ik wil zeggen, die moet erin. Het zal moeten blijken dat Leiden nu een zone lijkt het. Of Leiden wat uit foutenlast kan blijven. Oh ja, de dunkerpoging daar geblokt door Luc van Bree, Martin. En dan hebben we het echt over een periode dus van, hè, wat is het, 60 jaar of zo. Dat dat nog nooit op Nieuwjaarsdag is gespeeld. En pas 1 keer terwijl Kruithof scoort. Nou, Leiden is goed teruggekomen. Het was 4-10 of zelfs 2-10? Nee, 4-10. Hier een Ververs, die zoekt naar... Oh, tipt hem erin. Alex Groot uit een onmogelijk... De bal aan Tajan Jones. Daar snijdt Kruithof in, krijgt hem niet. 8 seconden nog, je ziet het in het rood op de schotklok. Moet de Jones het zelf doen. Zoek contact, goed gedaan. In de body gegaan van de Vrede. Nou, het is natuurlijk wel hele andere combinaties die ik heb. Want je ziet ook zo schaft ernaar kijken. En ja, maakt hem wel af hoor, Jones. Lekker gedaan. En Leiden is er een beetje aan het doordrukken. Nou, de klok gaat dringen. 6 seconden. Ja, van Bree, verre 3 dan maar. Ja, ze... Oh, valt goed! Rainbow voor Luc van Bree, de schutter. Dribbelt, slasht, maakt layups, geeft assists.
En de Kruijter is nooit te bang om een actie te maken. Ja, hij voelt zich ook goed natuurlijk. Naar die... Oh! Ja, precies met twee fouten. Martin Lindertal en verder niemand in de wedstrijd met meer dan één persoonlijke fout. Ja, goede paas. Goed gefaked. And one voor de veteran. Dat is zeer overtuigend. En 30 punten waar ik zei van Leiden heeft een periode gehad dat ze zo moeilijk konden scoren. Niks daarvan. Daar ook, ja, Rotterdam zoekt heel erg de paint op, Martin. Hun outside schot bestaat niet of wordt niet gezocht. Of valt die goede reën van Verwerf, de captain. Nou, Van Breed brak het natuurlijk open met die twee driepunten achter elkaar. Ja, dan komt er overal ruimte. Dan moet je die driepuntslijnen opeens feller gaan verdedigen. Dan kan de schaft daarna lekker een lui hoekschotje loslaten. Wat valt? Namelijk door Marijn Verwerf. Die even temporiseert. Even goed kijken hoe staat iedereen. En dan afgeven. En dan is het Sikking die bal niet meer verwachtte. Maar weer schaft naar die gouden handjes heeft. Zeker vandaag. Deze scheidsrechter die staat in een bepaalde positie met een bepaalde zichtlijn. Die maakt in principe in bepaalde situaties bepaalde calls. En daar kan dus na iets langere tijd is het dan dat een andere scheidsrechter dat aanvult. Moet je het zo zien terwijl Jones scoort. Nou, goed punt. Hier bij de basket gekomen. Oh, hij was er al. Van Bree toch afschrikwekkend genoeg. Het wordt de eerste keer geblokt. Nog een keer omhoog. Behalve als je denkt, ja, als ik hem moet pakken, dan heb ik hem niet lekker onder controle. Maar goed, hier diezelfde Kroos. Ik ben een mismatch tegen Gibson. En afgestraft dus. Counter basket. Kroos heeft wel lekker met dat vuistje. En nu zo'n beetje naar 2 op 9 dus, als ik dan goed reken. Nog steeds wat te weinig, hè. Dat moet zo 3 op 9, 4 op 9 eigenlijk zijn. En ja, lekker gepaast. Oh, in de lucht door. En weer die pan. Maar dus voor de FIBA Europe Cup. Tweede groepsfase. Tweede ronde. En die bal valt niet voor Edwards. Snel door naar Ververs. Oeh, verstapte zich bijna. Komt niet helemaal een lekkere rit uit. Die punt op van Feyenoord die er niet in ging. Jibbe Sikking van de kop. Dat vond mij zijn eerste schotpoging in de wedstrijd. De scheidsrechter coacht Steven mee. Dat mag je oprapen, want het ging via een Rotterdammer. En dan is daar de ruimte. Sikking uit de hoek. 3-point bomba. Maar de tijd begint enigszins te dringen. Met 6 minuten gaan. Gevaarlijk zeg, gevaarlijk. Niet zo'n goede keuze. En dan eruit. Ja, oh, blockshot. Tegen het bord geplakt door Sikking. Terwijl... Ja, maar nu wel een goede strip. Van diezelfde Jones. Gaat hij zelf doen? Nee, laten we kijken. Nee. En aan de laatste kant is het Van Bremen 3 en een Verps 3. Ja, dat doet hij dan rustig. En een one. Tijd snoepen eventueel. Onder de basket zien te komen. Kijk, de 4 seconden nog. Dat hebben ze dan goed gedaan. Step back voor Van Bree. Verre bal is goed. Luc Van Bree. Nee, de kant maakt toch wel het verschil naast. Ook wel het balverlies. Goede paas. Lekker gedaan door Verps. Die nog even een kleine pampenbeweging eruit komt.